Het volk is vandaag begonnen met protesteren tegen het beleid van regering Santokki Brunswijk. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is de verdwijning van tientallen miljoenen Surinaamse dollars bij de Centrale Bank van Suriname. Verschillende groepen die de situatie in het land ondraaglijk vinden, zijn vandaag getogen naar het centrum van de binnenstad. Een deel van de actievoerders heeft zich verzameld bij Kwaku. Zijn gelopen naar de Nationale Assemblée, van waaruit zij aangekomen bij het kabinet van de president, hun misnoegen uiten om uiteindelijk te eindigen bij de Centrale Bank van Suriname. De burgers willen duidelijkheid in de laatste corruptieschandalen en willen dat de regering het roer omgooit. Dave van Aarde, die ook staat achter deze protestactie, zegt dat de regering een zodanig beleid voert dat er wordt gewerkt aan volkssplitsing. Hij staat erop dat de regering hiermee stopt, omdat zij tegenwerking biedt op bundeling van het volk. Dat ik het doe. Jij hebt gezegd dat je het gaat doen, wel, we gaan je eraan houden. Je komt er niet zo makkelijk vanaf dat we je weghalen. En als je komt met een argument dat je bent gekozen voor 5 jaar, dat is op basis van de belofte die je hebt gemaakt. Hij moet direct beginnen met transparantie. Dat moet gewoon direct gebeuren, anders gaan we weer op straat blijven. Een burger die de protestactie ondersteunde, zegt dat de situatie in het land niet meer uit te houden is. Als moeder ziet ze geen toekomst voor haar kinderen meer in dit land. Dit terwijl ze zegt dat Suriname genoeg rijkdommen heeft. We zijn 7 jaar geleden teruggekomen naar Suriname. Mensen verklaarden me voor gek. Want ze vonden, wacht de verkiezing af. Ik had zoiets van, het is nu of nooit, want anders komt het er niet van met kleine kinderen. Als ze groter worden, dan gaat het niet meer. Maar dit wat er nu gebeurt is erg. Je ziet geen licht meer in die tunnel. Aan het eind van de actiedag bleek dat de protesten morgen zullen worden voortgezet. De acties gaan door totdat de regering duidelijkheid brengt in zaken en haar beleid omgooit, aldus de actievoerders.